Ik ben Roel Ophoek van het regio-team Meer en Bollenstreek van het Wereld Natuurfonds. Wij zijn ook betrokken bij de maatschappelijke stages van het Herbert Vissers College. En we hebben iets anders bedacht dan wat doorgaans gebruikelijk is. Wij laten jongeren op zoek gaan bij bedrijven naar de mate van duurzaamheid. Dan geven ze vragenlijsten mee, ze werken de scoren uit en ze presenteren de resultaten in een hele grote bijeenkomst hier in het stadhuis vandaag in Hoofddorp. Daar is de wethouder bij aanwezig en de directies van de bedrijven. We kijken welke bedrijven het al goed doen en welke bedrijven het nog weer veel beter kunnen doen. Het is een hele happening en de bedoeling is dat jongeren en bedrijven met elkaar kennis maken. Een paar hele goede dagen hebben en dat we helpen om Haarlemmermeer een beetje duurzamer te maken. Ik wil vooral ook de gemeente voor bedanken, het regie en de raad, dat we deze mogen gebruiken. Dat mag niet iedereen, dus we voelen ons geëerd. We hebben het bedrijf doorgericht op duurzaamheid. Dat hebben ze best wel ter degen gedaan. We hebben het uiteraard nog informeel gehouden. Maar er is best het een en ander uitgekomen. Dat een dergelijk onderzoek door de leerlingen van het Vissers College wordt gedaan naar, laten we zeggen, de duurzaamheid of de inspanningen op het duurzaamheidsgebied van bedrijven in Haarlemmermeer. En dat vind ik zelf als wethouder duurzaamheid erg belangrijk. Ik vind het eigenlijk ook heel erg belangrijk van als inwoner van de Haarlemmermeer, laten we die ook eens even kritisch bekijken. Dan laten we ze vooral enthousiast maken voor hetgeen waar we hier werkelijk voor staan. Want daar gaat het uiteindelijk over. Alle bedrijven, hartelijk welkom heen hier. Dat jullie hier allemaal vandaag zijn, maar ook dat we jullie hebben mogen bezoeken. Dat is gewoon al helemaal tof. We moeten samen denken aan de planeet. Dus daarom doen wij deze stage. Hebben we zelf bewust gekozen omdat wij de toekomst zijn en dat wij dat later ook aan onze kinderen kunnen vertellen. Samen kunnen wij namelijk de planeet helpen en zo kunnen alle dieren, planten en mensen die hier leven nog honderden, misschien wel duizenden jaren hier leven. En dat is ons doel. Ons doel is ook dat we hebben gekeken of de bedrijven hier in de Haarlemmermeer duurzaam zijn. En sommige, de ene wat duurzamer als de andere, maar we hebben ook gewoon gekeken of jullie er wel echt wat aan doen. En dat is gewoon heel erg belangrijk. HVC, Duravermeer, Rabobank, Master Totaalinrichting, het Marriott Hotel, de gemeente, Stichting Meerwaarde, de Meerlanden en Schenkmakelaars. Eerst een heel groot applaus voor deze bedrijven. Zouden al die bedrijven nog precies in dezelfde volgorde scoren? Nou ja, dat hoop ik natuurlijk niet. Ik hoop dat er kleinere veranderingen al plaatsvinden dan. Er zal natuurlijk nog niet heel veel veranderd zijn, maar ik hoop wel dat er dingen veranderd worden. Als je bij elke vraag 3 punten hebt, heb je 117 punten. Dat is het hoogste wat je kan halen. Bij een gemiddelde score, als je bij elke vraag 2 punten hebt, heb je 78 punten. Dat is een beetje het gemiddelde. We zouden eigenlijk een eerste, een tweede en een derde prijs hebben, maar omdat wij een gedeelde eerste en een gedeelde tweede plaats hebben, is de derde prijs vervallen. Nou, de tweede prijs gaat naar Meerlanden en Master Totaalinrichting. De eerste prijs gaat naar Rabobank Regio Schiphol en Duravermeer. En als cijferkracht zijn 9,6. Dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. We hebben eerder geconstateerd dat als je hiermee bezig bent, dat je feitelijk allemaal een winnaar bent. We zijn bezig met duurzaamheid en langzamerhand zelfs de grootste scepticus, de grootste persoon die tegen verandering is, die weet dat je niet meer zonder duurzaamheid kunt en het groeien daarvan. Sterker nog, als we daar niet aan beginnen, dan hebben de jongeren die hier rondlopen geen toekomst. En in de winter is het afzichtelijk koud. Zowel min 60 en min 70. Keiharde wind. En daar staan dan een stel pinguïns, de mannetjes. Die hebben het ei heel voorzichtig overgepakt van hun vrouwtjes. Want die krijgen nog steeds het ei. Die leggen dat heel voorzichtig op hun poten. Die houden dat niet vast met hun verwerkvis, want dan wordt het ei veel te koud. Die hebben zo'n ei op zak waar die helemaal in gaat. En die staan daar. Die staan daar een aantal maanden, dag en nacht, bij min 60, min 70 graden. En die broeder dat ei uit. Oh, alle heren, dames, je mag zelf zoenen bij dames. Hè? Je mag een knuffel worden, dat weer een puur was. Ja, dankjewel. Dankjewel.
Leuk dat je bij ons was. Dus ik wil je allemaal een biertje geven. Dank je wel. Graag gedaan. Dan kunnen jullie gerust gaan ruiken. We krijgen ook nog wat beetje nog van. Gefeliciteerd. En de oorkonden. Was je hebt meegedaan. En de schommel is ook veroordeeld. Dus ja. En. Ik denk dat jullie ook nog leuk. Ja? Oké. Hartstikke bedankt. En de score, wat nog meten. Oké. En dan nou, komt de geldgeerde aan. Dan geef ik toch aan jou, want jij hebt een beetje jou. Ja, mijn naam is helemaal goed. Ja. Je moet er niet bang voor worden, we doen ook eens de olifanten. Maar je moet er naar kijken en zeggen van wat er is hierin. En dan kan ik heel veel voortrekken. En ik denk dat een schip uit. Zo. En om te kijken of jullie ochtend even goed zijn of weer zijn gegroeid. En ik denk dat haar dan meer als de taal vandaag ook weer heel erg is gegroeid. Als gemeente en als duurzaamheidsomgeving.